Hoi lieve Watermoon, dit is jullie maandelijkse reading van april 2021. Ik heb de kaart al voor jullie gelegd. Mocht je vragen hebben over deze reading of andere leesvragen, dan kun je me bereiken bij Topkonsulent onder naam Radarbox nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar tussen 7 en 9. Kijk naar de diensten hieronder de video, die ga ik zo vermelden. Waaronder mijn 06-nummer, zodat je mij via WhatsApp en ook nog via een Messenger mij kan bereiken. Kijk naar mijn Facebookpagina Medium Rara. En daarna mijn diensten en de dingen dat ik daar doe. Ik ga met jullie reading beginnen, lieve Waterman. Jullie energiekaart is school van de aarde, levenslessen, groei van de ziel, leren, hoger besef. En betekent dat jij gewoon echt op aarde je levenslessen aan het leren zijn. Je maakt echt de spirituele groei door. Dus dat is wel heel mooi. En je hebt een hoger besef over het leven, de levenslessen. Jullie volgende kaart is Lumeria, keer terug. Spiritualiteit van de aarde, leefgemeenschap, instandhouding van de oceaan. Dus er komt weer een nieuw begin aan in spiritualiteit. En dat is gewoon heel mooi. Je gaat daar gewoon weer mee beginnen. De volgende kaart is eb en vloed, betovering en rituelen van de oceaan. Dat betekent dat je in eb en vloed bent. De ene keer gaat het goed, de andere keer niet. Het kan ook zomaar betekenen dat jij bepaalde rituelen uitvoert dat het wel beter gaat. Of rituelen doet dat beter gaat. Maar ik zie de zon schijnen, dus dat gaat gewoon goed komen. De volgende kaart is de magie van de Kohelen Druid. Voorzichtig, terughoudend en behoedzaam. Je bent de laatste een beetje voorzichtig, terughoudend en behoedzaam. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je gewoon veel hebt meegemaakt en daarom ben je gewoon heel erg voorzichtig. En dat is niet gek. De volgende kaart is lucht. Diep ademhalen. Gaan leven. Uitwisseling van nieuwe levensenergie. Dus dat betekent dat dat jij gewoon het rustig aan moet doen. Gewoon rustig ademhalen. Je rust op tijd nemen, zodat je weer de kracht krijgt om vooruit te gaan. Ja, dus als jij rust nodig hebt, pak die dan ook. Even deze kaarten goed zetten, want die was ik vergeten. Deze hier. Jullie hele kaarten zijn Refusing to See, de World Card en de Geliefde. Je wil niet inzien dat de dingen positief gaan, want je hebt de World Card, dus er komt iets positiefs aan, een voltooiing ook, en het gaat over een geliefde. Je wilt de dingen niet inzien voor je geliefde. Het kan iemand romantisch zijn, maar het kan ook een kind van je zijn. Het kan ook een familielid van je zijn. Dus kijk wat met je resoneert. De volgende kaart is Healing Begins. King of Pentacles. En je hebt de Lelies. Dat zijn de blokkadekaarten. Er vindt heling plaats voor jou, lieve Waterman. Zodat jij actie kan ondernemen op werkgebied ook. En dat je daar gewoon wat gelukkiger in bent in je werkomgeving. Heb ik het meer het gevoel hierbij. Jullie begeleidende kaarten zijn Trust, heb vertrouwen. Five of Swords en de Bliksem. Dat betekent heb vertrouwen.
Het vertrouwen dat er einde komt aan de ruzie. Het vertrouwen dat er einde komt aan de ruzie. Dat krijg ik door en daar word je in begeleid. Het vertrouwen dat er einde komt aan ruzie. De volgende kaartje is de verleden kaarten en dat is helpless en hopeless. En dan hebben wij de Eight of Cups kaart en we hebben de huwelijkskaart. Dit wil zeggen dat jij dat niemand jou kon helpen en dat je hopeloos was in het verleden in het huwelijk. Je bent toen weggegaan omdat het niet goed aanvoelde. En je voelt je gewoon niet fijn. Maar uiteindelijk is de zon wel gaan schijnen. En omdat het jij niet zo lekker voelde in je vel. Heb jij een weg gekozen wat wel goed voor jou is. Je hebt een goede keuze gemaakt. Het universum zegt win or lose. Win or lose. Ja, dat moet ik zeggen. En dit is de Six of Wands kaart. En de anker. Het universum zegt, communiceer. Ja, communiceer helder. Dingen worden ook opgehelderd. Het heeft niks met winnen of verlies te maken. Want er komt balans in communicatie. Ja, er komt overwinning in communicatie, balans. En echt met succes. Dus dingen worden opgehelderd voor jou. Ja, communicatie komt weer in balans en met succes. Jullie nabije toekomstkaarten zijn nieuwe Vitality, Judgment kaart en het hart. Dat betekent dat je in de nabije toekomst jouw chakras weer lekker gaan stromen. Al jouw chakras. En met de Judgment kaart is je wordt geholpen. Geholpen door de engelen, door het universum word je geholpen om je hart weer te helen. Ja, je hart wordt ook weer geheeld. Jullie werkkaarten zijn base chakra, Knight of Pentacles en de bergen. Dat betekent dat op werkgebied, ja, basischakra is dicht. Die moet weer open, zodat jij weer een nieuw begin kan maken, een stapje vooruit. Ja, dat je snel een stap vooruit kan zetten. Want er is ook echt een blokkade op jouw basischakra. Dus, dat beste kan je doen dan een meditatie via YouTube. Kan je een chakra healing doen of het schonen van je chakra's. Kan je meditatie doen. En als dat open is, dan kan jij weer, weer aan de slag op werkgebied. Ja. Jullie relatie en omgevingkaart is Choose Your Battles. The Strength. En het schip. Ja, kies je eigen gevecht. Ja, en ga in je kracht staan. Ga in je kracht staan en ga niet meer in gevecht met jezelf of met anderen. Ga in je kracht staan. Ga verder op jouw levenspad. Dat is de boodschap die ze willen geven. Dan hebben wij voor hoop en vrees, belief en succeed. Two of Swords. En het boeket. Ja. Heb vertrouwen. Ja, dat je het succes gaat behalen. Ook al weet je niet even welke kant je op moet. Want je zal uiteindelijk gewoon echt wel alweer gelukkig zijn.
je zal weer lekker in je vel gaan zitten. Jullie boodschapkaarten zijn Awaiting a Results. Je wacht op een resultaat. Met de Nine of Wands. En de Ring. Je wacht op een resultaat. Ja, met de Nine of Wands. Het einde van jouw battles, zeg maar. Komt het einde van jouw battles. En daar krijg jij... er komt einde aan het gevecht. Aan jouw levenslessen. Ja, die... Of ben je aan het voltooien. Er vindt ook groei plaats. Weet je, een spirituele groei. En je gaat ook weer één worden met jezelf. Jullie onderbewuste en bronkaart is de Solar Plexus Chakra, Seven of Swords en de Hond. Dat wil zeggen, laat jouw licht meer schijnen, ga niet meer in gevecht, ja, en blijf trouw aan jezelf. En ja, blijf trouw aan jezelf. En jullie boodschapkaarten zijn lachen. Lachen is het beste medicijn en daar heel jezelf ook mee. Dus lach meer, ga meer ontspannen, ga meer leuke dingen doen. Liefdespartner, dan gaat er een liefdespartner op je pad komen. Wat degene die voor jou bedoeld is om op je pad te komen. En ga door zonder angst, laat alle angsten los, zet het om in liefde en licht. En dan zal je zien dat je van al je angsten bevrijd wordt. Jullie volgende kaarten zijn Honor Your Beauty, Archangel Joviel. Thank you Joviel for helping me discover my inner and outer beauty. Ja, zorg goed voor jezelf, zowel innerlijk als uiterlijk. Ga meer mediteren, ga meer rust creëren in jezelf. En ja, natuurlijk innerlijk en uiterlijk goed jezelf goed verzorgen is heel erg belangrijk. The Inner Voice, thank you angels for guiding me through my inner voice. Jouw engelen, jouw spirit guides zijn jou aan het begeleiden door jouw intuïtie. Dus volg je intuïtie, luister ernaar. You are protected, Archangel Michael. Thank you, Michael, for surrounding me with your protective light. Jouw beschermde aarsengel Michael, dus je bent beschermd. Maak je geen zorgen. De volgende kaarten is nieuw begin. Banksia. Dit is het moment om sterk en vastbesloten op te staan en door te gaan. Je gaat een nieuw begin aan. Er is einde aan de situatie waar je nu verkeert. Er komt een nieuw begin aan. Dus heb daar vertrouwen in. Wees positief. Bromelia. Je gedachten kleuren, je ervaring richt je dus op het positieve. Wees positief, alles gaat goed komen. Ja? De volgende kaart is bescherm jezelf. Bougainville. Vraag om bescherming, zodat deze situatie snel tot een einde zal komen. Ja, bescherm jezelf, vraag om jezelf te beschermen. Vraag om de situatie af te ronden, zodat je weer echt een nieuw begin kan gaan maken. En dan zal je zien dat het snel gaat komen. Dus bidden is heel erg belangrijk. De volgende kaart is de grote boodschapkaart. En dat is Shagai. Gefragmenteerd. Het ergste ligt achter je. En je kunt je diep ademhalen in de wetenschap. Dat je deze problemen nooit meer hoeft door te maken. Deze gigantische onzekerheid die je het gevoel gaf... Dat alles waar je van hield je afgepakt werd en dat het voor je altijd kwijt was. Het was absoluut niet gemakkelijk om de weinige krachten die je nog over had te verzamelen. Maar soms moeten we een moeilijke reis maken om de rustige haven aan de andere kant te bereiken. Weet dus dat je nu veilig je verdriet in je vrije loop kunt laten, zodat tranen je pijn kunnen verzachten. Je hart zal zich herstellen en zal binnenkort weer genezen zijn. Net zoals de verspreide Shanghai beenderen verzamelen. Andere verklaringen.
Er is een situatie geheeld. Het is tijd om de scherven op te vegen en door te gaan. Wentel je niet meer in je slachtofferrol. Laat je niet leiden door je emoties. Concentreer je op een positief resultaat. Geef jezelf de tijd en toestemming om te helen en te rouwen. Er wacht geluk op je. Zie je, alles draait weer naar het positieve. Lieve Waterman, dit was jullie reading. Ik hoop dat ik jullie die inzichten en de adviezen heb kunnen geven. Jullie blokkades op jullie pad heb weg kunnen halen. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Hieronder zal ik alles vermelden hoe je mij kan bereiken. En wat mijn diensten zijn. En laat hieronder weten wat je van deze reading vond. Ja? Nou, lieve Waterman, tot de volgende maand. Doei doei!